Het heeft gisteravond voor het eerst gesneeuwd in Vlaanderen. Het is begonnen in de provincie Limburg en daarna zijn de sneeuwbuien over Vlaams-Brabant getrokken en zo onder Brussel door. De politie waarschuwt dat de wegen er vanaf nu heel glad kunnen bijliggen en als u er nog geen heeft, dan kunt u beter snel werk maken van die winterbanden. De allereerste sneeuw van deze winter. Het is nog maar een dun laagje, maar op de daken en op de auto's blijft die wel al liggen. Bovendien vroor het op sommige plaatsen tot -4. Dat in combinatie met de eerste sneeuw kan voor gladde wegen zorgen, waarschuwen het agentschap Wegen en Verkeer en de politie. Deze sneeuw is gevallen, dat betekent ook meer gladheid, meer kans op verkeersongevallen. En wij raden dan de mensen ook aan, zeker om de snelheid te beperken, eventueel winterbanden op te leggen en te zorgen dat ze afstand nemen ten opzichte van de voorgangers. En zeer alert zijn in het verkeer, want het is vlug gebeurd. De eerste voorzichtige winterprik zorgt ook voor drukte bij de wegenwachters. Bij VAB hebben ze vanochtend bijna de helft meer oproepen gekregen dan op andere dagen. Dat is van het ene probleem naar het ander, ja, zonder stoppen. Zelfs rust schiet er dan ook al eens bij in. Dat is allerhands aan dek. Voor mensen mogen geen verloven nemen. Iedereen moet paraat zijn nu. Ja. Veel mensen krijgen door de kou hun auto niet gestart. Start hem eens. Ja. Je kan je auto best geen 2 dagen laten stilstaan. En je rijdt er liefst wat verder mee dan naar de bakker om de hoek. Dan krijgt de batterij de kans om zich weer op te laden. Vooral bij moderne auto's is dat belangrijk. Er zit altijd een beetje een slamerend verbruik in de wagen. Moderne wagens hebben heel wat elektronica. Maar al die elektronica, dat weet iedereen, dat vreet wat energie. Dus als een wagen langer stilstaat met een hoop elektronica aan boord, ja, dat kan ervoor zorgen dat de batterij langzaam leegloopt na een langere periode. En een iets minder goede batterij kan dat dus tot problemen geven. Hè. Ook je auto goed onderhouden en je batterij op tijd laten vervangen kan al veel winterproblemen voorkomen.